Het busstation in Druten gaat op de schop. Het gaat hierbij niet om een renovatie, maar om een uitbreiding van het huidige station. Dus ik verwacht na de zomervakantie van 24 dat wij in principe aan de slag zullen kunnen. Maar ja, we moeten even kijken van wanneer de aannemers de schop in de grond kunnen zetten. En verder in het nieuws vandaag. Jonge kickboxers halen geld op voor het goede doel. En de Wiegische Modewinkel bestaat 10 jaar. In Druten wordt het busstation groter. Hierdoor zullen er uiteindelijk meer bushaltes komen op de plek waar nu het busstation zit. En zal er ook een aparte halte komen voor evenementenbussen. Er is geen sprake van een renovatie. We praten niet over een renovatie, we praten echt over een uitbreiding. Het is echt een update die we krijgen hier op het busstation. We praten hier over een bestaand busstation met een aantal haltes. We hebben hier aan de linkerkant wat grond bijgekocht en aan de achterkant van de Rabobank. Dat betekent dat we er helemaal bij betrokken. Dat betekent dat we dus van 5 naar 6 echte bushaltes gaan, waarvan er eentje wordt gebruikt voor de evenementen. Als het bijvoorbeeld een keertje Lessenmeert in de route is, of een Dickensdag, of wat dan ook, dan kunnen we hier de auto's gaan parkeren, achter de Rabobank. En dan kunnen ze met de bus richting centrum, of naar andere evenementen in de gemeente Druten toe. Verder komen er fietskluizen, die komen hier op dit stukje terrein. Dus dat betekent dat eigenlijk de bushalte wordt eigenlijk ruim 2 keer zo groot. De eerste subsidie om het project voor te bereiden is ondertussen al binnen. Toch zal het even duren voordat de daadwerkelijke upgrade van start gaat. Hiervoor moet de gemeente eerst een nieuwe subsidieaanvraag doen. Op dit moment hebben we, zoals u weet, de subsidieaanvraag gekregen voor de uitwerking. De eerste reservering voor de realisatie is bij de provincie al gedaan. Maar de volgende subsidieaanvraag verwacht ik begin 24 te kunnen doen. Dus ik verwacht na de zomervakantie van 24 dat wij in principe aan de slag zullen kunnen. Maar ja, we moeten even kijken van wanneer de aannemers de schop in de grond kunnen zetten. En we zitten, wat ik net al zei, we zitten met ondergrondse leidingen. En ook die zullen het even tijd moeten vinden om die ondergrondse leidingen aan te passen. Er zijn natuurlijk meerdere partijen betrokken bij de upgrade. Wanneer de subsidie voor de realisatie binnen is, kan de gemeente ook de aannemers uitkiezen voor deze klus? Nou, op dit moment de provincie en de gemeente Druten. De aanbesteding gaat nou plaatsvinden. Dus vandaar dat we dus op een gegeven moment dan zullen de aannemers bekend worden. Maar we moeten eerst subsidie binnenkrijgen. Oké, dat is dan niet binnen dus? Nee, dus we hebben subsidie binnengekregen voor de werkvoorbereiding. De subsidie voor de realisatie, daar is de provincie wel voor aan het sparen. Hè? Dus die 1,2 miljoen die al de provincie al aan de kant gelegd heeft. Maar die subsidiebeschikking die verwacht ik begin 24 te kunnen gaan doen. En dan kunnen we ook pas gaan aanbesteden. Met elkaar in gevecht voor het goede doel. Tientallen jonge kickboxers hebben gisteren in Theater De Lindenberg in Nijmegen tijdens een kickboxgala geld ingezameld voor kinderen met stofwisselingsziekten. Voormalig wereldkampioen kickboxer Perry Ubeda en zijn vader Joop Ubeda waren de scheidsrechters. Met verbeterde gezichten en in kickbokstenu gaan de kinderen los op elkaar. Voor andere kinderen die ziek zijn. Om geld in te zamelen voor MetaKids, een metabolische ziekte waar helaas nog heel veel kinderen aan sterven. En daar willen we aan meedragen om wat bij elkaar te verzamelen. Meer dan 10.000 gezinnen hebben 1 of meerdere kinderen met een metabolische of stofwisselingsziekte. De Arnhemse Joan Ophof heeft een 3-jarig kind met zo'n ziekte. Op dit moment gaat het stabiel. We zijn iedere dag er het beste van aan het maken. En in de hoop dat we de dag ook gewoon positief kunnen afsluiten. En voor de rest is het gewoon heel belangrijk dat er onderzoeken plaatsvinden. Zodat we in de toekomst de kindjes die nu de diagnose krijgen, om ze meer te kunnen bieden. En hopelijk in de toekomst, inshallah, dat we ze het leven kunnen geven. Zometeen in het RN7 Regio Nieuws, feest in de molen van Wiegen. De winkel die erin is gevestigd bestaat namelijk 10 jaar. Zometeen hoor je hoe ze dat gaan vieren.
Er komen meerdere onderzoeken naar een oplossing voor de geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door de padelbanen van tennisvereniging TC De Linden in Beuningen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad. De tennisvereniging gaat onderzoeken of er een oplossing mogelijk is op de huidige locatie aan de burgemeester Gerardslaan. Daarnaast komt er een onderzoek naar een eventuele verplaatsing van De Linden naar de Ooijgraaf in Beuningen, waar al meerdere sportvoorzieningen zijn gehuisvest. De politie heeft de afgelopen weken tientallen bekeuringen uitgedeeld aan bestuurders die sneller dan 80 km per uur reden op de Hatertsebrug, waar 50 km per uur is toegestaan. Dat meldt de politie Nijmegen op Instagram. Eén automobilist maakt het onlangs al helemaal bont. Die persoon reed met 135 km per uur over deze brug. Het rijbewijs van deze automobilist is direct ingevorderd en de bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor zijn rijgedrag. Mocht er bij jou in de buurt ook te hard worden gereden, dan roept de politie op om een bericht achter te laten onder de Instagram-post. Wie weet heeft die locatie dan de volgende keer onze aandacht, zo laten ze weten. Dan nog even wat er verder nog op social media werd geplaatst. De Nederlandse Spoorwegen laat via Instagram weten dat er deze week minder treinen rijden tussen Nijmegen en 's-Hertogenbosch. Er wordt op dit traject namelijk aan het spoor gewerkt. Reizigers worden geadviseerd om voor vertrek de reisplanner te checken. En de gemeente Druten laat weten dat er volgende week maandag op 8 mei een dorpsbijeenkomst is rondom het project Druten 2040. Samen wordt dan nagedacht over wonen, werken, leven en genieten in de gemeente in het jaar 2040. Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar druten2040@druten.nl. De molenwinkel in de Wiegische Molen bestaat 10 jaar. Reden voor een feestje. De Wiegische Molen heeft flink uitgepakt door een feestmaand te organiseren. In de maand mei is er daarom veel te doen rondom het 10-jarig bestaan van de winkel. Ja, we hebben de mei maand omgedompeld tot feestmaand. Ik ben 10 jaar geleden dus hier begonnen. We hebben eigenlijk elk weekend feest. Het eerste weekend 6 mei, dan hebben we een broodbakwedstrijd. Je kan daar een prijs mee winnen. We hebben twee juryleden. Jacques, die kent iedereen waarschijnlijk wel van heel Holland Bakt. En Jacques van Ewijk. En dan hebben we Erik Rodijnen, die heeft een broodbakkerij in de stad Nijmegen. Tweede weekend, 13 en 14 mei, dat is Nationale Molendag. Dan zijn we het hele weekend open, daar kan je de molen van binnen bekijken. Dus de trapjes op, kijken hoe we gaan, malen tot meel, springkussen, pannenkoeken van jong en oud. En het derde weekend, dat is van 20 mei, dan hebben we Oud-Hollandse spelletjes. De molenwinkel bestaat dus al 10 jaar. Buiten deze feestmaand om is de molenwinkel natuurlijk ook bereikbaar voor het kopen van bepaalde bakspullen. Het is daarom ook een bekende plek voor bakkende Wiegenaren. De molenwinkel zit onderin mijn molen. Je ziet hem mooi draaien. En ik ben al sinds 10 jaar molenaar op deze molen. En onderin hebben we een mooi winkeltje zitten. Dus bovenin malen we meel. En daar maken we diverse mixen van om thuis te bakken. En dat verkopen we onderin de molen. De winkel is populair. Door al deze spulletjes te verkopen en verschillende evenementen te organiseren, heeft de winkel een goede succesformule. Maar dat is niet de kern van het succes. Het succes, ja, dat is ons team natuurlijk, denk ik, grotendeels. Maar ook gewoon de klanten die dagelijks, wekelijks, maandelijks komen. Die dragen de molen ook een hart toe. En het succes zit hem ook voornamelijk in het mooie ambacht. Hè. Je houdt iets draaiend wat al 200 jaar er staat. Dat ambacht is bijna weg. We malen nog steeds op tussen de stenen meel. En dat is bijna in Nederland niet meer. En daar maken we mooie producten van. En die combinatie maakt het tot een succes. Jeroen wil nog vele jaren doorgaan als molenaar, maar op een dag stopt hij ermee. Misschien is zijn opvolger dan wel zijn zoon Gijs. Ja, dat ligt eraan. Als die molen er nog staat, wel. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is mijn hobby. Daar is het mee begonnen. En wat zijn leven gaat brengen, moet hij zelf weten. Maar het mag altijd. Gijs vindt het tof dat zijn vader molenaar is. Hij komt dan ook regelmatig langs bij de molen. Maar niet alleen vanwege zijn vader. Ja, vooral als ik ook nog bij mijn moeder ben. Dan kom ik soms wel langs fietsen om gedag te zeggen of zo.
En als er een feest is, dan komt hij zeker pannenkoek eten. Dan nog het weer. Op wat regen in de namiddag na was het vandaag een prima dag met veel zon en zo'n 17 graden. Morgen raken we even in een kleine dip. Het blijft wel droog en de zon laat zich opnieuw zien, maar het wordt niet warmer dan 12 graden. De dagen erna krabbelen we weer op. Het blijft in grote lijnen droog en zonnig. En de temperatuur gaat weer de goede kant op met 15 graden op woensdag en zelfs 20 op donderdag. Als we alvast naar Bevrijdingsdag kijken, is er kans op een enkele bui, maar overheersen droge perioden met zon bij een graad of 19. En tot zover het RN7 Regio Nieuws. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek In, waarin onze redactie een bezoekje brengt aan Escape Boat Nijmegen. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!